ja, het gevoel dat je hebt op het moment dat het er wordt medegedeeld dat je reumatisch bent. Dat gevoel kan ik me nog wel heel goed herinneren, dan stort je hele wereld in. Ten eerste weet je niet zo goed wat het inhoudt, wat je te wachten staat, maar je weet wel dat je ziek bent. Het is heel angstig, een heel angstig moment. In het begin dat de diagnose is gesteld, functioneerde niet meer. Ik kon niet meer voor mijn kinderen zorgen, ik kon niet meer werken. Naast alle pijnklachten geeft het ook heel veel emotionele klachten. Uiteindelijk overkomt het je ook niet alleen, het overkomt je als gezin. Ja, in mijn geval heb ik zulke erg pijnklachten gehad. Weet je, 's nachts gewoon letterlijk ligt te schreeuwen in je bed van de pijn en geen kant op kunt. En, het enige wat je partner dan op zo'n moment kunt doen is je optillen en in een warm bad leggen van water. Zodat je een beetje, dat de pijn weer een beetje afneemt. Maar dat is natuurlijk wel heel heftig om je vrouw zo te zien. Het feit dat ik op jonge leeftijd reuma heb gekregen, geeft wel aan dat het iedereen kan overkomen. En dat is ook het beeld wat ik er zelf eerst niet bij had. Voor mij was het een ziekte wat alleen bij oudere mensen voorkwam. Ja, tot je dan bijvoorbeeld in het Jan van Bremen Reade terechtkomt voor je behandelingen. En dan zie je jonge mensen, je ziet pubers, je ziet kinderen. Ja, in mijn geval was er absoluut een leven voor de biologicals en een leven na de biologicals. Dat is een redelijk recent reumamedicijn, waardoor je ook redelijk nagenoeg pijnvrij kunt leven. En dat geeft ook wel aan hoe ver ze zijn met onderzoek. Dat ze gewoon heel dicht bij een geneesmiddel zijn. En dat het des te belangrijker is dat het reumafonds financieel gesteund wordt om verder onderzoek te kunnen doen naar dat geneesmiddel. Want ze zijn zo dichtbij. In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een vorm van reuma. Om het leven van deze mensen draaglijk te maken is wetenschappelijk onderzoek nodig. Hiervoor hebben we niet alleen artsen en vrijwilligers nodig, maar ook donateurs. Dus word donateur voor het Reumafonds.